En dat geldt ook voor geluk. Je kan misschien wel de goede genen hebben, maar als het leven echt heel erg tegen zit, kan je nog steeds best ongelukkig zijn. Leuk dat je weer kijkt of luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast van Vopa. Vandaag hebben we in de studio professor Dr. Maaike Bartels en promovendus Anne Landsvoogd. Zij bestuderen geluk en dingen die daar invloed op kunnen hebben, zoals genetica, licht en bijvoorbeeld corona. Podcast of Hope, moving towards happiness. Nou, leuk dat jullie er zijn. Onze podcast gaat over geluk en jullie studeren geluk. Hoe zijn jullie eigenlijk gelukkig gaan studeren? Hoezo eigenlijk? Kun jij weer eerst? Ja, nou, ik studeerde psychologie en toen ging ik mijn promotieonderzoek doen. En dat richtte zich met name op de ontwikkeling van kinderen en gedragsproblemen. En toen ik daarmee klaar was, toen was een van de conclusies dat ongeveer 20-25% van de kinderen problemen ontwikkeld. En toen dacht ik, maar 75% niet. Dus daar kijken we nooit naar. En toen ik me daarin ging verdiepen, zag ik ook dat we voor volwassenen eigenlijk altijd richten op problemen, oplossen van problemen. Terwijl het met heel veel mensen goed gaat. En toen werd ik eigenlijk gefascineerd door waarom gaat het eigenlijk goed met mensen? Waar worden mensen gelukkig van? Waarom zijn sommige mensen gelukkig in moeilijke omstandigheden? Nou ja, en daar is het eigenlijk begonnen. Ja, dus is het dan als je dus niet die problemen hebt ontwikkeld in je jeugd, die dus niet bij die 25% zit, dat je dan ook tijd hebt om na te gaan denken over dingen als geluk? Is dat alleen voor die 75% dan weggelegd? Nee, ik denk dat uiteindelijk iedereen kan nadenken over geluk. En dat is ook altijd iets waar wij naar streven, wat we ook proberen te vertellen overal. Dat in elke omstandigheid mensen moeten kunnen nadenken over geluk, omdat het eigenlijk een van de basisbehoeften is van de mens. Ja. Dus het is voor iedereen weggelegd. Het is natuurlijk alleen moeilijker als je je minder goed voelt. Of als je last hebt van economische problemen. Om over geluk na te denken. Maar het zou eigenlijk als eerste moeten komen. En als je gelukkig bent, volgt de rest waarschijnlijk vanzelf. Ja. En Anne, hoe ben jij op het idee gekomen om dit onderwerp in te duiken? Ik studeerde psychologie. En ik had college van Maaike. En toen ging het over welzijn en geluk. En toen ging het heel erg over de genetische kant van geluk. En toen dacht ik, hè, geluk, dat is toch helemaal niet iets wat iets met biologie te maken heeft. Dat is iets wat je koopt of hebt of voelt of iets dergelijks. Hoe kan dat nou iets met je genen te maken hebben? Iets met iets wat in je lichaam zit. Dus dat vond ik heel erg bijzonder. En toen vertelde jij over al je onderzoeken die er al over zijn. Dat het eigenlijk best wel iets wat juist heel erg onderzocht wordt. En toen dacht ik, oh, dan wil ik ook wel misschien die kant op. Omdat je dan juist de wat meer, ja, de wat meer fundamentele kant hebt van geluk. De meer biologische kant van geluk. Ik dacht, ja, dat is eigenlijk wel heel interessant. Dus je bent geïnspireerd door Maaike. Om ontzettend, natuurlijk, ja. Maar voorbeeld. Maar ja. Dat klinkt voor mij ook enigszins raar. Niet helemaal dat genetica ermee te maken heeft, hoor. Maar heeft het er veel mee te maken? Heeft het een hele sterke correlatie, genetica en gelukkig zijn? Nou, als je kijkt naar een groep mensen die verschillend scoren op geluk, dan ongeveer 40% van die verschillen tussen die mensen komt omdat ze een ander genenpakket hebben. 40%? Ja. Oh, en 60% van de verschillen komt door andere invloeden vanuit de omgeving. Dus nou, het is echt wel een substantieel deel van waarom de een gelukkiger is dan de ander, komt omdat de een geboren is met een ander genenpakket dan de ander. Dus dan sta je echt al 3-0 achter als je met de verkeerde genen bent geboren. Ja, het is niet dat je het niet kan veranderen. Je kan het eigenlijk een beetje parallel trekken aan bijvoorbeeld de lichamelijke conditie. De een kan heel makkelijk conditie opbouwen en de ander minder. Maar als iedereen die gaat trainen, krijgt een betere conditie. Dus je kan iedereen opschuiven. Alleen schuift de een heel ver op en de ander minder ver. En dat is met geluk ook. De een begint inderdaad, wij spreken op een 3. En kan met veel training en interventies naar een 5 of 6. En de een begint op een 7. En dat is natuurlijk ook wat je om je heen ziet als je een groep met mensen hebt. Of neem je een groep van je vrienden. De een staat altijd hoger op de geluksladder dan de ander. Soms zie je mensen en denk je, hè? Maar je hebt alles wat je hartje begeert, maar je bent eigenlijk nooit gelukkig. En andersom zie je mensen die, nou weet ik veel wat, allemaal meemaken. En dat je denkt, nou ja, je staat nog steeds rechtop. Hoe doe je dat? Nou, dat is eigenlijk het verschil in genetische aanleg. Het werkt dan op dezelfde manier een beetje als bijvoorbeeld depressie genetisch aangelegd kan zijn? Ja. En er zit ook heel veel overlap tussen. Dus eigenlijk een set van de genen die belangrijk zijn voor depressieve symptomen, zijn dat ook voor geluk. En dat, nou ja, voor depressie is een goed voorbeeld, want je kan daar dus gevoelig voor zijn. Dat kan in je genen zitten, maar dat betekent niet per definitie dat je depressie ontwikkelt. En dat geldt ook voor geluk. Je kan misschien wel de goede genen hebben,
Maar als het leven echt heel erg tegen zit, kan je nog steeds best ongelukkig zijn. Ja. Maar als jullie hiermee bezig gaan, hoe wordt geluk dan eigenlijk gekwantificeerd? Of hoe, wat is het? Nou, we hebben heel veel verschillende manieren om geluk eigenlijk te meten. We maken ook een soort onderscheid, slash toch wat iets samenhangt eigenlijk tussen subjectief welzijn of subjectief geluk en psychologisch geluk. Dus dan hebben we daar vragenlijsten voor en we hebben daar vragenlijsten voor. En eigenlijk de meest simpele vraag die we ook hebben is de Cantrell Ladder, zo heet het meetinstrument. En die vraagt eigenlijk gewoon op een schaal van 0 tot 10, waar zet je je leven op dit moment? Waarin 10 dan het hoogste is en 0 is dan het meest vervelende leven dat je je voor kan stellen. Ja. En dat is eigenlijk... gebruiken ook als ja. De 8. Ja. Ja. Oh, dus die staat ook op... Hoe is dat? De Cantrell Ladder. Ja, dus de ladder van je leven. Waar sta je eigenlijk op dit moment? Staat je nu heel hoog of sta je nu eigenlijk heel laag op dit moment? Je vraagt gewoon vrij letterlijk aan iemand hoe gelukkig ben je. Ja, maar dat is hetzelfde natuurlijk met depressie. Je vraagt eigenlijk, ja, hoe vervelend voel je over deze periode van tijd? Ja, dat klopt. Ja, dus het is altijd subjectief. Ja. Je kunt dan ook fout zitten. Je kunt bijvoorbeeld zeggen, ik geef mezelf een 8, maar eigenlijk heb je een 10 of eigenlijk heb je een 6. Ja, want het is natuurlijk wat jij een 8 vindt, vind ik misschien een 7. En daarom hebben we altijd hele grote groepen nodig. En in elk model wat wij bestuderen zit ook een meetfout, wat in elk onderzoek zit. Dus dat zit hier ook in. Maar dat is een factor waar je rekening mee kan houden. Ja, precies. Is het een grote meetfout of valt dat mee? Dat valt niet groter dan enig ander ding dat je aan een mens vraagt. Of mensen denken altijd, als je dan objectief meet, zoals bloeddruk, daar zit ook altijd een meetfout in. Dus, ja, dat klopt. Kijk, als je de ene persoon met de ene bloeddrukmeter meet en de ander met de ander, dan kan je zeggen hoeveel is er verschil in bloeddruk. En een deel van het verschil komt door verschillende meetapparatuur. Nou, dat heb je op deze Cantrell ladder ook. Een deel van het verschil komt omdat de ene een 7 vindt, terwijl de andere datzelfde gevoel een 8 zou geven. Dat is, bij elke meting heb je dat soort dingen. Dat betekent dat mensen dan best wel een goed beeld hebben van hoe gelukkig ze eigenlijk zijn. Ja, als wij mensen bijvoorbeeld herhaalde metingen doen in mensen. Of bijvoorbeeld wat we veel doen is natuurlijk naar tweelingen kijken. Naar één eigen tweelingen die genetisch identiek zijn. Dan kan je eigenlijk op grond daarvan de betrouwbaarheid meten. En dat zit eigenlijk voor dit meetinstrument heel hoog. Maar dit was dus het objectieve geluk? En wat voor dingen worden er meegenomen in het subjectieve? Nee, dit is het subjectieve. Oh, dit maar is het? Ja. Oh ja, oké. Het is allemaal subjectief. Alleen is de een ooit ontstaan vanuit de economie. En in de economie hadden ze getallen en gevoel van mensen. En alles wat gevoel van mensen was, was subjectief. En alle getallen waren objectief. Dus dat is die historie. In de psychologie hebben we het eigenlijk niet zo vaak over dat subjectieve. Want alles wat we meten aan de mensen zit vraag. Dus subjectief natuurlijk. Ja, dat onderscheid zit hem echt meer in het psychologisch welzijn. En subjectief welzijn dan. En dan gaat psychologisch welzijn echt meer over... ik voel dat ik iets accomplished heb vandaag. En ik heb het gevoel dat wat ik doe zin heeft in mijn leven. En dat soort dingen. Meer over zingeving van het leven eigenlijk is dat. En het andere gaat echt meer over van... ik voel me vandaag gelukkig. Ik voel me vandaag goed. En meer dat soort dingen. Ja. En het andere gaat echt heel erg over zingeving van het leven. Dus daar zit een klein onderscheid in. Terwijl we ook weten dat dat heel erg met elkaar te maken heeft natuurlijk. Ja, dat wilde ik net zeggen. Dat lijkt me heel erg. Want iemand die meer zingeving heeft... zal zich op zo'n dag ook gelukkiger voelen natuurlijk. Mm-hmm. Ja, het hangt sterk samen. En is ook, zoals je aangeeft... eigenlijk bidirectioneel. Dus mensen die gelukkiger zijn... zijn beter in staat om zingeving aan hun leven te geven. Ja, en als je dat doet, dan word je weer gelukkiger. Dus het is een beetje zo'n opwaartse spiraal... waar ze het vaak over hebben. En hoeveel zitten we hier ongeveer in Nederland... met het gemiddelde? Het gemiddelde van Nederland is 7,6 ongeveer. Okay. Dus we zitten heel hoog. We zitten vaak in de top 5. Zeker altijd in de top 10. Dus vaak in de top 5 van de World Happiness Report rankings. En die 7,6 is echt op die manier gedaan? Gewoon mensen vragen? Ja, okay. Dus gebaseerd op de data van Gallup. Gallup meet natuurlijk heel veel in de wereld. Maar die meet onder andere ook. Die interviewen mensen en die vragen... als je nu een cijfer aan je leven geeft... wat is dat cijfer dan? En dat doen ze gewoon in elk land? Doen ze in elk land. Ja, bijna elk land. Dus er zijn natuurlijk altijd landen die niet beschikbaar zijn... of waarvan je niet zeker weet of de doelgroep is het land vertegenwoordigd. Maar... En die worden dan uitgesloten het onderzoek... of wordt daar dan op een andere manier toch nog gekeken? Dat durf ik niet te zeggen. Nee, ja, als je het land niet inkomt of geen mensen mag spreken. Er zijn natuurlijk landen als Noord-Korea... die worden niet in dit soort rankings meegenomen. Niet omdat ze mensen niet willen, maar... Ja. Komen ze niet in voor. Nee, precies. En in de Limes doen jullie dus ook, want jullie werken samen met HopeXXL.
Dus jullie weten ook hoe iedereen hier in de Liemer is. En, hoe gelukkig ze zijn. Ja, nou, in principe zie je weinig spreiding door het land. Je kan verschillende indelen in provincies. Je kan grote steden versus platteland. Uiteindelijk is het gemiddelde vaak overal wel ongeveer hetzelfde. En dat, ja. Maar dat gemiddelde is een beetje een verkapt iets. Want daar zie je natuurlijk eigenlijk niet wat er werkelijk aan de hand is. Want de gemiddelde, nou ja, kan je op allerlei manieren creëren. Dus je kan heel veel hoogscorens en één extreem laag scoren. Ja. Of heel veel net boven de 7 en heel veel net onder de 7. Je kunt dus op heel veel manieren op dat gemiddelde uitkomen. Dus wij kijken eigenlijk weinig naar dit gemiddelde. Maar meer naar de spreiding. Waarom is de een gelukkiger dan de ander? Ja, precies. En ja. Hebben jullie daar voorbeelden van? Waarom de een gelukkiger zou zijn dan de ander? Nou, dus het genenpakket is een duidelijke factor waardoor de een gelukkiger is dan de ander. Dan heb je de omgeving. Die proberen we in kaart te brengen. Maar dat is eigenlijk heel lastig. Mensen denken altijd dat de omgeving heel makkelijk is. Maar de omgeving is heel moeilijk te meten. Dus we hebben wel net een studie afgerond waarbij we veiligheid als factor hebben gevonden voor geluksgevoel. Als echt omgevingsfactor. Maar veiligheid is natuurlijk wel weer voor iedereen wat anders. Dus je kan nu niet zeggen, oké, nu gaan we en masse meer licht doen op straat. Want dan komen we bij een ander project wat we doen. Ja. Maar wel het feit dat mensen zich veilig moeten voelen. En de volgende stap moet dan natuurlijk zijn om te vragen aan mensen, wat versta je onder veiligheid? En dat is natuurlijk ook voor ouderen anders dan voor jongeren. Misschien voor mannen anders dan voor vrouwen. Maar het is wel veiligheid. Het is wel een algemene omgevingsfactor die belangrijk is. Ja, en dat kwam ook wel uit het onderzoek wat we in de Liemers hebben gedaan. Toen hebben we 1700 mensen gevraagd. En we hebben toen ook aan ze gevraagd van, wat denk je zelf dat het meest bijdraagt aan je geluk? En daar kwam als tweede uit die veiligheidsfactor. Die was heel groot. En als eerste kwam er eigenlijk uit in hoeverre dat je het gevoel hebt dat je hoort bij de gemeenschap. Ja. Dat kwam er als meest eigenlijk uit. Oh, interessant. Maar dat is dus hier aan de hand? Of is dat wat mensen gewoon vinden van geluk? Ja. Ja. En doen jullie dan ook soms onderzoek in dat je dan opeens achter een factor komt die te maken heeft met geluk? Maar dat je dacht, eigenlijk dat het niks met geluk te maken zou hebben? Nou, we doen het onderzoek wel op die manier, want wij doen alles op grond van data. Dus wij zeggen niet van tevoren, we nemen één factor en gaan kijken of het samenhangt. Dus voor die omgevingsfactoren hadden we 192 omgevingsfactoren in de range van luchtvervuiling, hoeveel sportgelegenheden zijn, hoeveel groen. En dan laten we de data ons vertellen wat er gebeurt. Dus deze veiligheid, ja, als je nu achteraf had ik gezegd, ja, dat zou wel kunnen, maar het was niet per definitie meteen. Nee. En waar altijd veel aandacht voor is, bijvoorbeeld groen in de omgeving, dat komt er bij ons dan weer helemaal niet uit. Oh, dat verbaast me wel eigenlijk. Ja. Dat hoor je inderdaad vaak. Ja, er zijn een aantal redenen voor. De een kan zijn dat we keken naar waar mensen wonen. En als mensen van groen houden, hoef je er niet per definitie in groen te wonen. Je kan ook naar groen toe gaan. Ik denk wel dat de link en de kracht van groen soms wel wat overdreven wordt. We doen net alsof iedereen gelukkig wordt van groen. Net alsof we doen dat iedereen gelukkig wordt van yoga of hardlopen. En vooral dat iedereen aspect denk ik niet dat we moeten handhaven. Ja, mensen zijn gewoon te verschillend, dus ze worden gelukkig. Precies, van andere dingen. Ja. Ja. Maar jij bestudeert de invloed van licht daarop, toch? Ja. Ik ben er wel benieuwd naar. Ja, wij ook. Vertel eens, ja. Dat denkt ook wel iets als dat dan verrassend is, dat dan licht wellicht wel iets te maken. Ja, dit is wel iets wat jullie nog niet zo veel vaker hadden gehoord. Nee. Nou ja, de voorbeelden die... Wel gewoon met hoe je slaapt en zo. Ja, en ik denk dat het dan inderdaad daardoor weer invloed heeft op hoe gelukkig je bent of zo. Ja, ja, nee, het heet het Enlightenme-onderzoek en het is een groot Europees onderzoek. En in 3 steden in Europa, dus in Amsterdam, Bologna en in Tartu, gaan wij de buitenverlichting aanpassen in een bepaalde wijk in die stad. Dus denk aan de straatlantaarns of leuke kerstlichtjes, zodat er iets verandert in die wijk. En de mensen die deelnemen krijgen ook een lamp mee voor thuis. En dan gaan ze moeten ze eerst een aantal vraaglijsten invullen. En dan hebben ze een jaar die verandering van licht in hun omgeving, zowel binnen als buiten. En dan na een jaar nemen we nog een keer dezelfde vraaglijst af en doen we nog een keer dezelfde metingen. Om te kijken of het licht inderdaad effect heeft gehad op hun welzijn en slaap, gezondheid. Bijna alles nemen we mee. Maar wij kijken natuurlijk vooral naar geluk. Oh, dus daar moet nog iets uitkomen? Daar moet nog iets uitkomen, okay. Ja. Wat denk je? We denken dat het effect van de buitenverlichting misschien niet uit het onderzoek zal komen. Dat heeft ermee te maken dat, stel dat ik bij jou in de buurt de buitenverlichting aanpas,
maar dat jij toevallig nooit in die buurt komt waar dat licht is aangepast, dan ben je er natuurlijk ook nooit echt aan exposed. Ja. Dus eigenlijk zou ik dan ervoor moeten zorgen dat je altijd in de buurt bent van die buurt voor een jaar lang. En die controle hebben we niet. Nee. Maar we verwachten waarschijnlijk wel een effect van de binnenverlichting. Want dat is wel iets waar je echt een heel jaar natuurlijk in principe gewoon mee te maken hebt. Zeker als we niet zoveel thuiswerken trouwens. Ja. Met de lockdown is dat eigenlijk ideaal voor ons onderzoek. Want dan zit je echt veel in het licht dat wij daar gaan installeren. En het idee is dan dat je overdag meer exposed bent aan licht. Dus overdag moet het licht gewoon feller zijn in je woonkamer. En 's avonds en echt aan het einde, rond etenstijd eigenlijk al, moet het echt al donkerder gaan worden. Hmm. Zodat je op later in de avond ook sneller en beter slaapt. En dat je weer gezonder en beter wakker wordt. Ja, en de meeste huizen zijn eigenlijk te donker. Bij iedereen, ja. Ja. Het beste licht is buitenlicht. Aha. Dat is natuurlijk heel fel. Ja. En maar het meeste licht in huizen is eigenlijk te licht, zeker in de ochtend. In de avond is het goed, maar in de ochtend is het veel te weinig. Oh, ik had altijd het idee dat je aan te veel licht werd blootgesteld. Maar dat is natuurlijk vooral in de avond dan. Ja. Daarom moet het in de avond juist minder worden. Ja, van minder en dan overdag gewoon veel meer eigenlijk. Is dat de reden dat we de klok verzetten? Dat heeft eigenlijk voor mij met duurzaamheid te maken. Nee, dat heeft met duurzaamheid te maken. En dat is uiteindelijk, volgens de coronabiologen die wij daar recentelijk over hebben gesproken, wat we niet moeten doen. Oh, moeten we niet doen dus? Nee. Oh ja, natuurlijk. Want het gaat eigenlijk de verkeerde kant op juist. Ja, en eigenlijk gaat je biologische klok, moet er dan een soort achteraan hobbelen. Ja. Want je lichaam is niet customized aan die verandering van het licht. Of verandering van de tijd natuurlijk. Ja, dus dan moet je lichaam er weer aan wennen. Het is eigenlijk een soort mini-jetlag. Ja. Want je gaat een uur vooruit of een uur terug achteruit. Dat is eigenlijk voor je interne biologische klok is dat helemaal niet de bedoeling. Nee. Je moet je weer aan aanpassen. En ook daarin, sommige mensen hebben daar echt heel veel last van. Die voelen echt nog weken daarna heel erg dat de klok weer voor of achteruit is gegaan. Ja. En sommige mensen hebben ook zoiets van, ik heb het niet eens doorgehad. Die slapen even goed, maakt voor je echt niet uit. Ja, mijn slaapritme is nog steeds scheef daardoor. Ja. grappig. Ja. Nee, ik vind het zelf niet heel erg. Voor een onderzoek is het helemaal niet zo leuk. Ja, dat is zo. Maar dus je installeert bij iedereen allemaal lampen die dan vanzelf uitgaan tijdens de avond of zo. Ja, eigenlijk gaan ze van heel fel in de ochtend gaan ze naar steeds zachter in de avond. Ja, je had het ook over kerstverlichting, zei je toch? Dat is niet het type licht wat ik eigenlijk dan zou verwachten. Ik dacht meer dat je dus inderdaad over hoe lang je exposed bent aan licht en misschien wat voor type licht, als in blauw licht en zo. Ja, snap ik. Maar het is bijvoorbeeld ook sfeerverlichting. Dus daarom noem ik inderdaad de kerstlichtjes. Omdat, uit het onderzoek weten we dat veiligheid een groot component is in je welzijn en geluk. Mm-hmm. En we weten ook dat in principe als men kerstlichtjes ophangt in de buurt, dat men zich ook fijner voelt. We hebben het idee dat er iets gebeurt in je buurt. Je hebt niet het idee dat je in een soort zwart donker gat beland bent, weet je wel. Ja. Dus daarom is kerstverlichting en sfeerverlichting wel belangrijk in die zin. Ja. Je bestudeert ook echt verschillende aspecten van wat licht doet. Dus niet alleen wat doet het met je biologische klok, maar ook met hoe... Nee, subjectief herkenning zit er ook in. Ja, heel erg, dat komt er ook in voor. Dus het is eigenlijk goed dat iedereen nu al kerstverlichting heeft. Top. Dat is, hoe minder donker, hoe beter. We kunnen niemand zeuren. Nou, ik vind het echt geweldig eigenlijk, kerstverlichting. Ik vind het ook heel gezellig. Ik weet niet of ik er gelukkig van word, maar in ieder geval heel erg blij. Heel blij, ja, precies. En zijn ook dingen die jullie nu in al die onderzoeken hebben geleerd, die jullie toepassen in de praktijk, om zelf gelukkiger te worden? Er zijn best veel geluksinterventies. En eentje daarvan is count your blessings. Dus dat is, daar zit ook een beetje dankbaarheid in. En dat is een officiële instructie dat je dat elke avond moet doen en moet gaan zitten en opschrijven. En zo. Nou, dat doet bijna niemand, want dat is natuurlijk niet uitvoerbaar. Ja. Maar ik kan wel eens op momenten dat ik denk dat alles tegen zit, dat ik dan wel weer kan denken, waar maak je nou zo druk om? Want je hebt dit wel en dit wel en dit gaat goed. Dus dat omschakelaar van wat je hebt en waar je dankbaar voor kan zijn, dat gebruik ik best wel eens. Ik ben gelukkig vrij optimistisch aangelegd en vrij nuchter. Dat helpt ook altijd wel om niet te veel stress te hebben over dingen die eigenlijk niet belangrijk zijn. Maar dat is wat ik wel gebruik, ja. En in de bredere zin van het woord, dat genetica een substantiële rol speelt in het verklaren van verschillen tussen mensen. Dat gebruik ik altijd. En dat maakt de wereld gewoon ook mooier en leuker. Als je niet hoeft te veroordelen, maar denkt, jij doet dit en daar zal je een reden voor hebben. Dus eerst luisteren waarom iemand iets doet. Ja. En respecteren dat mensen dus anders zijn. Dat niet iedereen rondjes wil hardlopen. Of dat niet iedereen van lekker eten houdt. Of in plaats van te denken van, saai of stom of gewoon denk, jij bent gewoon anders dan ik. En dat, ik hoop ook altijd dat de hele wereld dat meer zou doen. Ja.
het bewustzijn dat we allemaal verschillend zijn en dat een deel daarvan door genetische verschillen komt. Ja, dat sommige mensen het gewoon moeilijk hebben als anderen eigenlijk. Ja, dus ook niet zomaar kunnen veranderen. Dus als je mensen bewegen, blijft gewoon een heel makkelijk voorbeeld. We willen natuurlijk dat iedereen veel gaat bewegen. Het is heel makkelijk om mensen die niet bewegen te veroordelen. Maar je genenpakket speelt daar een hele grote rol in. Dus het betekent niet dat je helemaal niet hoeft te bewegen. Maar het is voor sommige mensen veel moeilijker dan voor andere mensen. Ja, en is het dan ook dus... Ik denk dat als je veel beweegt, word je daar gelukkiger van? Nou, we vinden daar niet echt een direct bewijs voor... dat als iedereen meer zou gaan bewegen, dat hij daar gelukkig van wordt. Het is eigenlijk ook weer met genetica te maken... dat de mensen die bewegen zijn over het algemeen wel gelukkiger. Maar dat komt voor een deel omdat er overlappende genen in zitten. Dus het is niet dat als iedereen gaat bewegen, dat iedereen dan gelukkiger wordt. Sommigen worden gelukkig van bewegen, anderen niet. Er worden zelfs mensen ongelukkig van bewegen. Maar dat is dat is natuurlijk wel de minderheid, maar dat is wel zo. Is dat dan omdat ze in hun genenpakket hebben meegekregen dat ze eigenlijk helemaal niet willen bewegen? En als ze dan toch moeten doen, dat ze daardoor dus ongelukkig worden? Ja, een belangrijke factor is bijvoorbeeld, als je intensief beweegt, is uiteindelijk het is maar een kleine groep die dat op het moment heel prettig vindt. Het grootste deel ziet af en denkt, maar daarna krijg ik die beloning. En sommige mensen krijgen die beloning helemaal niet. Ja. Dus dan wordt het al snel niet zo leuk van... Het lijkt me evolutionair gezien super onhandig eigenlijk om zo'n gen te hebben. Nee, diversiteit is natuurlijk evolutionair juist de kracht. Moesten allemaal iets anders kunnen en doen. Anders zouden we allemaal voorop gerend hebben. En dan werden we opgefroten door de eerste beste mammoet, weet ik veel van. Maar je ziet wel dat het in balans staat. Dat als je misschien minder beweegt, dat je dan slimmer bent of zo. Ik weet niet dat kan je niet zo puur zeggen. Maar er zit wel diversiteit op alles, omdat... diversiteit leidt tot overleving. Omdat we dan altijd mensen zijn die in die omgeving wel pasten. Ja, dat klopt. Ja. Ja, en we hebben het gehad over die 8. Dus we willen dat iedereen aan het eind van de eeuw zijn leven met 8 kan beoordelen. Wat moet daarvoor nog gedaan worden? Hebben jullie daar een idee van? Zoveel, denk ik. Ik denk sowieso meer onderzoek. En onderzoek wat mij betreft ook echt wel iets specifieker mag worden. Dus wat we net al zeiden, oké, veiligheid heeft een grote bijdrage aan je welzijn. Maar wat dan? En voor wie dan wel? En voor wie dan niet? Ja. Dus echt dat je straks wat specifieker kan gaan kijken. Want we hebben nu een soort outline van de dingen die een beetje wel niet en niet werken. En dat je echt specifiek, een beetje personalized medicine natuurlijk, die kant op moet gaan denken. Van oké, voor deze groep moet je dit gaan aanpassen. Voor die groep moet je meer laten sporten. Die groep moet je vaker uit eten nemen. Zodat het echt wat specifieker kan en wat meer toegepast op jou in plaats van op de hele wereld. Waardoor het misschien net niet werkt voor iedereen. Ja, en de bedoeling is dat het op de hele wereld gebeurt. Maar ik kan me wel voorstellen dat het bijvoorbeeld in Nederland dan moeilijker is om erachter te komen waar die 0,4 nog in zit. Dan bijvoorbeeld in... voor Jemen of zo, waarschijnlijk wel laag. Ja, je kan natuurlijk voor heel veel gebieden op de wereld bedenken wat daar zou moeten veranderen. Maar dat is ook heel moeilijk, anders was het al wel gebeurd. Maar het gaat met name om inderdaad van die one size fits all af. En meer naar mensen luisteren. En dat graag op een soort van evidence-based. Dus ook het hele onderbuikgevoel idee even opzij zetten. En eerst aan mensen vragen en gebaseerd op onderzoek je beslissingen nemen. En dat kan parallel. Je hoeft niet altijd op de evidentie te wachten, want dan gebeurt er nooit meer wat, want onderzoek is traag. Ja. Maar je kan wel parallel kennis opbouwen en alvast dingen proberen. Dus dat is het voordeel van geluk. Ten opzichte van als je iets met een dodelijke ziekte doet bijvoorbeeld. Je kan best dingen proberen. De effecten zijn niet zodanig. Als je die 0,4 er niet bij krijgt in Nederland, krijg je er ook niet zomaar 5 punten af. Dus je hoeft daar niet zo... De effecten zijn uiteindelijk niet heel groot. En je moet elke klein beetje optellen om uiteindelijk tot het effect te komen. Maar kan dat even snel dat er iets bij komt en er iets afgaat? Of zou er eerder iets afgaan dan dat er iets bij komt? Of? Nou ja, iedereen fluctueert natuurlijk zelf. Dus dat onderzoeken we ook met apps op een telefoon. En sommige mensen fluctueren veel meer dan andere mensen. Maar om een mooi voorbeeld te geven, de hele COVID-pandemie heeft op het geluksgevoel wereldwijd in de World Happiness Report heel weinig gedaan. Terwijl als je dat van tevoren had gevraagd van, goh, zoiets groot. Iedereen dacht van, dat geeft rampzalige effecten op het geluksgevoel. Eigenlijk niet. Niet op het gemiddelde. Je ziet, mensen zijn gedaald, er zijn mensen gelijk geweest, maar er zijn ook mensen gestegen. Dus dat is een beetje het...
het onderbuikgevoel wat ik bedoel. Dat aan het begin van de pandemie, natuurlijk best veel journalisten vroegen van wat denk je dat er gebeurt. Ja. Nou, ik zei dat weet ik niet. En ik ben wetenschapper, dus ik hoef niet te veel te speculeren. Ik heb geen idee. En ik zei alleen, ik denk niet dat het alleen maar negatief is. Want ook zo'n hele lockdown heeft ook voor sommige mensen een positief effect. En de verbinding die gegroeid is. Wat meer rust. Ja, de fear of missing out die opeens er niet was. De andere manieren van connectie leggen. Ja. Waar we het wel eerder over hadden. De snelheid waarmee we ontwikkelen op het gebied van communiceren zonder dat we elkaar zien. Nou, noem maar op. Er zijn ook wel echt wel goede dingen te verzinnen. Ja, dus het is gewoon simpelweg mensen die daar heel erg van afhankelijk zijn. Die zijn gewoon gelukkiger geworden. Ja. Kijk, er is natuurlijk heel veel leed geweest door mensen die ziek zijn geworden en dierbaren zijn verloren. En mensen die economische rampzalige dingen mee hebben gemaakt. Dus dat hoeven we natuurlijk niet uit te vlakken. Maar het is niet dat we en masse op de wereld heel ver naar beneden zijn gegaan. Ja, dat verbaast me eigenlijk wel, moet ik zeggen. Ja. Maar wel goed om te weten, denk ik. Ja, uiteraard. En wat voor cijfer geven jullie jezelf ongeveer? Deze vraag heb ik al een keer gehad, volgens mij, van hoop. Ja, volgens mij nog steeds wel een 8,5. Ja? Ja. Dat is dus bijna een heel punt boven het gemiddelde. Ja, boven het Nederlands gemiddelde. Ja, dat klopt wel. Ja, en waar zit dat dan in? Dat je, dat je jezelf 8,5 geeft? Ja, ik weet niet, omdat ik het... Ja, ik heb leuk werk, ik heb leuke vriendinnen, ik heb leuk sport. Dus ja, een leuke familie, alles werkt wel, of zo. Dat hoop ik. Ja. Dus soms is het ook zo simpel. Ik weet niet. En waarom is het geen 10? Oh ja, goede vraag. Waarom is het geen 10? Omdat ik nog de vriendinnen iets zijn meer... toch niet zo. Het is altijd één vriendin dat je neemt. Ja. Nee, misschien zou je... Dat werkt trouwens ook. Dat is voor een groot deel leuk. Maar... Nee, ik denk, kijk, idealiter zou je misschien nog iets meer vrije tijd hebben, zodat je nog iets meer andere dingen kan doen. Of zo, gewoon, ja, weet ik, nog een cursus volgen, of toch wat meer vliegen op vakantie. Met de trein natuurlijk daar niet van. Trein in een dag. Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk is er gewoon te weinig tijd voor alles wat je wil doen natuurlijk. Maar goed, als dat het ergste is, dan... Ja, voor een gekke reden voelt het voor mij ook nooit goed om dan te zeggen 10 of zo. Ik weet niet waarom. Gewoon omdat dat is gewoon het maximale. Ja. Dat voelt gewoon een beetje verkeerd. Maar dat vinden veel mensen op de wereld. De extremen van de schaal worden natuurlijk maar heel weinig gebruikt. Oh ja, natuurlijk. Dus daarom is het ook goed dat het een lange schaal is. Zodat je wel die spreiding in het midden houdt. Maar dat je dus die extremen zijn... Op duizenden mensen, maar een paar die een 10 geven en een paar die een 1 geven. Dus dat is nog fijner, dat weinig mensen die 1 geven. Maar... En je sluit groei ook helemaal uit dan, hè? Ja. Dat ik ook een ding. Ja. En, je wilt toch streven naar iets nog. Ja. En jij? Ik zit meestal ergens op het Nederlands gemiddelde. Iets meer dan een 7,5. Soms een 8. Het fluctueert ook wel een beetje... Ja, en als je dan vraagt waarom geen 10, dat is natuurlijk de obvious volgende vraag. Ja. Ja, er is altijd nog wel dingen om naar te streven, denk ik. Het kan ook een 8 zijn, het kan ook een 8,5 zijn. Ik vind het is voor mij geen heel stabiel. Ik ben eerder een fluctuerende persoon, denk ik. En door wat voor factoren komt dat dan? Nou, ik ben heel simpel, maar ik ben vrij weergevoelig. Dus zon en mooi weer is voor mij een belangrijke factor. Ja, dat is echt een genetische factor ook, ja. Ja, daar kan ik echt... De dag is gewoon anders als ik opsta en het is mooi weer. Ja. Dat is een belangrijke factor. Gezondheid is een belangrijke factor. Iedereen om je heen gezond is. En dat is natuurlijk niet altijd zo. Dus, Ik heb een vraag, hè? Ja. In hoeverre, want mijn vriendin zegt altijd dat dat zo is. En ik geloof dat niet echt. Maar heeft de volle maan en zo, heeft dat ook te maken met geluk? Want dat klinkt voor mij echt als larikoek. Maar... Nou, daar is, laat ik zo zeggen, daar is vrij weinig wetenschappelijk bewijs voor. Ja. Dus, maar als je dan mensen zal vragen, zal je heus een percentage krijgen dat zegt... Ja, ik voel het echt als de maan al vol is. Heel vol. Ja. Ja. Maar is dat dan een beetje een placebo-ding? Het is niet een onderwerp wat we veel bestudeerd hebben. Dus ik weet ook niet alle literatuur. Maar er gebeurt natuurlijk natuurkundig wel iets met de maan en noem maar op. Dus het is natuurlijk niet helemaal uit te sluiten. Er zijn natuurlijk ook altijd wel cijfers dat mensen slechter slapen, kinderen slechter slapen, nou, noem maar op. Maar echt goed grootschalig onderzoek daarnaar is eigenlijk nooit gedaan. Maar... Het is wel een interessante, want wij gaan nu data verzamelen via mobiele telefoons. Kijk, je hebt heel vaak vragenlijstonderzoek, hè? En dan vraag je het aan mensen en dan hou je geen rekening met de stand van de maan, bij wijze van spreken, of het volle maan is of halve maan, noem maar op. Maar als je mensen met een telefoon gaat volgen,
Dan kan je natuurlijk net een periode pakken waarin dat wel of niet zo is. En dan zou je het kunnen vergelijken. Dus ik denk ook simpelweg dat de data op dit moment nog niet goed genoeg zijn. Maar hoe bedoel je volgen? Nou, dan krijgen ze een app op hun telefoon. En dan krijgen ze 5 tot 8 keer per dag een oproepje om 2 minuten een paar vragen te beantwoorden. Oh, en dat precies. Dus dan heb je en dat 7 dagen per week en in elk seizoen van het jaar. Ja. En dan krijg je dus tijdsreeksen van mensen. En dan, dan kan je dat koppelen aan de informatie die bekend is over de maan bijvoorbeeld. Ja, en dat geeft jullie heel veel mogelijkheden om echt heel specifiek op dingen in te gaan. Ja, op dingen zoals de maan of de seizoen inderdaad. Ja. En de switch met de tijd straks natuurlijk, die kan je ook goed zien. Vullen jullie die vragenlijsten, vullen jullie die ook zelf in? Of hebben jullie die een keer zelf ingevuld? Er waren 100 vragen of zo, zei je toch? Ja, de MDT-vraaglijst is heel lang. Oh, die is heel lang. Ja, nou, de meeste proberen we wel eens even zelf uit. En zo'n app proberen we natuurlijk ook zelf uit voordat we het aan mensen vragen. Is dat moeilijk? Nou ja, wij zijn natuurlijk... het is voor ons wel moeilijk omdat we te veel weten over de vragenlijst. Dus om echt in te vullen zoals een invuller. Kijk, dus ik ga er waarschijnlijk ook sneller doorheen, want ik ken ongeveer heel van die tekst uit mijn hoofd. Dus ik zeg dan, het valt wel mee, je bent in een half uurtje klaar. Terwijl als iemand die dat nog nooit gezien heeft en het woord voor woord gaat lezen, is opeens 1,5 uur bezig. Ja. Dus dat is wel. Maar we vragen ook wel vaak of studenten in een vak om mee te doen. Met die app hebben we bijvoorbeeld net een groep studenten gevraagd van, wil je daar een tijdje mee lopen? Dan kunnen we daar leren we dan weer van. Weet je, wat is het probleem? Waar loop je tegenaan? Wat vind je er handig aan? Nou, moet je iets anders in de instructie zetten? Dus zo peilen we het eerst wel voordat we het echt uitrollen. Ja, ik krijg dan ook wel eigenlijk weer die momentjes als je even gaat nadenken van hoe gelukkig ben ik nou en zo. Ja, dan heb je dat maar het ook voordeel van zo'n studie met zo'n app is dus ook omdat je dat dan een week lang doet. Dat is aan het begin. Je ziet in de eerste dagen wel dat mensen trouwer invullen, maar ook dat ze er waarschijnlijk meer over nadenken. En op een gegeven moment gaat dat er een beetje af. Dus dat is het waardevolle ook juist. Dat mensen het vergeten eigenlijk van wat ben ik ook weer aan het doen. En dat wil je. Je wil eigenlijk dat mensen blind binnen een paar seconden dingen aan te doen. Ja. Nou, we hebben jullie ook gevraagd om voorwerpen mee te nemen. Waar jullie gelukkig van worden of waar jullie inspiratie uit halen. En jullie hebben allebei wat meegenomen. Wie wil beginnen? Zal ik beginnen? Ja. Even kijken. Ik heb deze meegenomen. Dit is een kookboek dat ik heb gekregen van 2 vriendinnen. Het heet Anne's favoriete recepten. Dat is echt heel grappig. Ja, maar het is ook een beetje een dingetje. Want we zijn met z'n drieën en we geven allemaal training. Bij volleybal hebben we heel lang gedaan. We zitten allemaal steeds een beetje op de levensfase, gestudeerd en dergelijke. En het ding was altijd dat ik van ons drieën degene was die nooit kookte. Omdat ik het niet leuk vind, maar ik kan het ook echt niet. Dus dan heb ik eerst 2 jaar geleden, denk ik, een kookboek gekregen met 5 ingrediënten maximaal en 10 minuten maximaal in de keuken staan. Om een beetje in te komen in koken, dingen voor jezelf zorgen en zo. En toen heb ik afgelopen zomer deze gekregen. Anne's recepten. En zoals je kan voorspellen, hij is nog helemaal leeg. Hij is nog helemaal leeg. Ik dacht nu kijken wat jij geleerd hebt over al die jaren. Nee, hij is echt nog leeg. Ik moet flink aan de bak, want hij moet natuurlijk gevuld worden. Maar het is altijd een beetje een dingetje dat als we dan bij mij gingen eten, dat je alvast kon bedenken wat je wilde bestellen. In principe. Ja. Want dan er werd niet gekookt. Maar goed, we zijn natuurlijk ondertussen al wat meer. Ondertussen al wat meer. Ja, er zit vooruitgang in. Kijk, vanavond kwam ik ook goed vannacht natuurlijk, maar precies. Nee, er kan niet op tafel komen. En wat is nu je favoriete recept op het moment? Goeie vraag. Ik denk toch eigenlijk wel alles met risotto vind ik wel heel erg lekker. Ja. Dat doet het altijd wel goed. Dat kan ik wel een beetje zelf maken. Dat is best wel moeilijk, toch? Ja, op de een of andere manier lukt me dat wel. Dat is gewoon roeren, wijn erbij schenken. Heel veel talent ervoor. Ja. alles wat Italiaans is vind ik wel lekker. En ik hou dus heel erg, er kwam ook in een van de foto's van de dumplings, van de gyoza dingen. Ja, dat zag ik al voor. Ja, dus ik heb zo'n stoommandje gekregen om ze een keer zelf te maken. Maar het is nog even niet van. Dat is nog niet de beste manier. Je moet ze in de koekenpan met water en dan moet je ze aanbakken. Ja. Dat is moeilijk. Moeilijk. Ja, ik dacht al, klinkt moeilijk. dus vandaar. Ja, leuk. Ja. En je hebt ook eten. Dit is mijn eten. Deze eten staat ook zeer hoog op de lijst van dingen waar je gekregen hebt. Jouw figuurfoto. Ja, dit was wel leuk. Dit was op een congres in Melbourne. En ik vind dat ook mooi als eten, als het er mooi uitziet. Het hoeft niet spectaculair eten te zijn, maar als je iets simpels mooi eruit kan laten zien. Dit is gewoon in een bar als barfood. Gewoon net wat opgefleurd. Ziet er echt leuk uit, toch? Ja, daar word ik dan blij van. Met een biertje erachter.
Lekker man. Ik krijg er meteen trek van. Yo, dat zijn toch die kleine visjes? Is het dan niet belangrijk eigenlijk? Maar die, zijn dat van die ik denk visjes dat het die garnalen zo... zijn, volgens mij. Ik durf niet te zeggen. Oh, oh ja. Ja, volgens mij wel, ja. Oké, okay, jammer. Ja, ook lekker. Ook, ook lekker. Maar wat voor voorwerp heb jij meegenomen? Ja, nou, het is wel grappig. Dat Anne die heeft natuurlijk een voorwerp meegenomen... wat eigenlijk niet een voorwerp is, maar eigenlijk een... emotioneel deel. En dat, ja. Zij, dat is eigenlijk wat, nou ja, wat ik ook heb met voorwerpen. Ik heb niet zoveel met voorwerpen. Nee. Want het zijn dode dingen. Dus als ieder iemand nog gelukkig geworden, moet hij zichzelf inprenten. Alles wat dode dingen zijn, is eigenlijk uiteindelijk niet zo heel belangrijk. Nee. Maar ik heb een pakje kaarten bij me. Toevallig uit Venetië. Omdat wij ook op heel veel plekken die kaarten kopen. En dat symboliseert eigenlijk... dat wij heel vaak, als ik met vakantie ben met mijn gezin, hartenjagen met z'n allen doen. Van de kleinste die nu 9 is tot de oudste die nu 15 is en mijn man en ik. En dat symboliseert meer de verbinding die je weer kan hebben als iedereen zijn telefoon weg heeft gelegd. En de buitenwereld eigenlijk even niet bestaat. Dus het symboliseert eigenlijk meer dat hetgeen waar ik het gelukkigst van word toch uiteindelijk mijn gezin is. Heel blasé, maar het is wel zo. Ja, dat is mooi. Toch de mensen. Hier zijn ze, in schaduw. Oh, ja. Dan zijn ze wel anoniem, maar ze zijn er wel allemaal bij. Ze wilden niet op beeld. Nou ja, nee, ik hoop daar op zich maakt me niet zoveel uit. Maar dat blijft zo lang rond te zweven. En als ze dan straks ouder zijn, dan... vinden ze zichzelf op opeens. Ja. Sta ik daar, heb ik geen zin in. Dus, wel net na een mooi verhaal over ze. Dus ja, daarom. Nee, dat is wel waar. Maar ik bespaar ze mijn foto's van hen. Die mogen ze zelf posten als ze willen. Nee, ja, en weet je, als afsluiter vragen we ook altijd een tip. Of de gasten een tip willen geven aan de mensen die luisteren. Jullie hebben natuurlijk heel veel onderzoek gedaan. Dus misschien dat jullie een hele... Ja, jullie weten misschien wel echt goed waar mensen gelukkig van kunnen worden. Of misschien ook niet. Misschien is dat toch veel persoonlijker, maar... Kunnen jullie misschien een tip bedenken? Nou ja, de voorwerpen zijn dode dingen is denk ik een hele belangrijke. Ja. Zelfs als het om je auto gaat. Het is afschuwelijk als je je auto in de prak rijdt. Maar als daar verder niemand bij gewond is geraakt, is het uiteindelijk een auto. Het kan allemaal veel geld kosten en heel veel problemen opleveren. Maar het is uiteindelijk niet iemand die leeft. Dat is één. En in dat opzicht probeer eigenlijk alles wat je meemaakt... is vanuit de positieve kant te zien. Dus het glas half vol in plaats van half leeg. En dat is niet in alle omstandigheden natuurlijk eenvoudig. Het hoeft ook niet meteen op dat moment. Maar blijf niet heel lang hangen in van... oké, dat is gebeurd. Maar denk, oké, het is gebeurd. Ja. Wat kan ik daarvan leren? Wat zijn de goede kanten daarvan? Hoe gaan we verder? Hoe pakken we het op? En hoe voorkomen we dat het nog een keer gebeurt? Maar het verleden is moeilijk te veranderen. De toekomst wel. Dus... Dat is dat iets wat je zelf ook vaak toepast? Ik ben gelukkig dat ze dan mijn genetische aanleg... Ik blijf niet heel lang in het verleden. Mensen kunnen fouten maken, het kan gebeuren, het kan consequenties hebben. Maar het is altijd al gebeurd. Dus het enige wat je moet doen is voorkomen dat het nog een keer gebeurt... en oplossen dat we verder kunnen. Maar, en dat is wel een hele fijne eigenschap als je die uit jezelf hebt. Maar die kan je ook trainen. Het verleden is er. Daar kan je van leren, maar je kan niet meer veranderen. Ja. En heb je ook nog een tip of sluit je daar gewoon een beetje bij aan? Nee, ja, ik denk ook wel om eerst erachter te komen misschien waar je heel concreet gelukkig van wordt. Dus ik ken die tip dat je volgens mij 2 weken achter elkaar moet opschrijven van oké, vandaag ben ik hier gelukkig van geworden. Ja. Jullie echt super concreet is dat, maar ook simpel eigenlijk. En na 2 weken heb je gewoon je eigen resultaat. En ga dat gewoon doen. Dus zorg ervoor dat je daar tijd voor gaat vrijmaken. Als dat voor jou is een boek lezen op de bank, ga vaker een boek lezen op de bank. Als dat voor jou is 10 rondjes rennen, ga vaker 10 rondjes rennen. Ja. Zo simpel kan je het ook weer maken. Heb je dat een keer gedaan? 10 rondjes gerend? Nee, wel eens 10 rondjes nee. Nee, dat niet. Maar heb je wel eens dingen opgeschreven? Dat die 2 weken lang? Ja, ik heb dat wel eens moeten doen inderdaad. Ja, voor een cursus heb ik dat een keer gedaan. Er kwam niet koken uit dus? Er kwam niet koken uit inderdaad. Dat was niet mijn highlight van de dag toen. Nee. En wat kwam eruit? Sport kwam daar heel erg uit. Oh, ja. En uit eten met vriendinnen, want dat vind ik ook gewoon echt heel erg leuk. Was je toen verrast om dat uit? Van dacht, ja, dat is eigenlijk wel logisch. Eigenlijk vond ik het ook wel logisch. Alleen ik had niet verwacht dat sport zo hoog eruit zou komen. Omdat ik ook wel eens zo zit van, ach, we moeten weer, weet je wel. Dan denk ik, nou oké, we moeten er weer naartoe. Maar achteraf denk ik wel van, ja, maar het was wel heel erg leuk. Ja, dat is natuurlijk vaak. Ja, dus eigenlijk is het daarom wel goed om het gewoon een keer 2 weken op te schrijven. Dan denk je, ja, eigenlijk moet ik daar gewoon meer tijd voor. Nou ja, en wat je toevoegt, hè, dat je er ook naar gaat leven. En dat is natuurlijk vaak het probleem. Dat we toch in een maatschappij zitten die best wel druk op ons uitoefent. Dus zeker als jij iets
ergens gelukkig van wordt wat niet zo doorsnee is, of wat tegen de algemene stroming ingaat, is best lastig. Maar je moet het wel blijven proberen om jezelf te blijven. Daar komt het dan eigenlijk meer. Nou, mooi. Ja. Nou, leuk dat jullie hier te gast wilden komen. Ja, dank jullie wel. Dank jullie wel. Heel erg bedankt. Ja. En succes met de 8 voor iedereen. We gaan ons best doen. Ja. Leuk dat je keek of luisterde naar deze aflevering van de Podcast of Hoop. Iedere zondagochtend komt er een nieuwe aflevering online op iTunes, Google Podcasts, Spotify en je kan ons zelfs bekijken op YouTube en podcastofhoop.nl. Vergeet ons ook niet te volgen op Facebook en Instagram. En heb je nou een suggestie voor de podcast of wil je zelf een keer je verhaal komen doen? Stuur dan een mailtje naar podcast@hoop-xxl.com. Tot ziens. De wereld waarin we leven biedt nog geen gelijke kansen. Voldoende eten en drinken, een adequate opleiding, goede gezondheidszorg. Vrede en geluk is niet voor iedereen weggelegd. Maar stap voor stap wordt het beter en zijn we op weg naar een utopische samenleving waarin iedereen zijn of haar leven als goed kan beschouwen. Het is een lange reis, maar we zijn op weg. Podcast of Hope. Moving Towards Happiness.